first light, getting an early flight. And a glorious night, and feeling the sun ignite. Promising that today he'd be shining bright. Strolling round in a dream, and making the perfect team. Sharing secrets with ease, and making new memories. Hoping daily we both think the same. Feeling the thrill of the loving game. Eyes on each other. The lights, the wine, it's so divine. Here you are, you're still too far. Come closer, my sweet. Demand a repeat, we'll make it complete. Heading out at first light, getting an early flight. Had a glorious night, and feeling the sun ignite. Promising that today he'd be shining bright. Strolling round in a dream, and making the perfect team. Sharing secrets with thee, and making new memories. Hoping daily we both think the same. Feeling the thrill of the loving game. Eyes on each other. Alright, Kim en Tim, kom erbij zitten. Geweldig. Bewijs dat jazz toch ook hedendaags kan zijn. Want ik denk wel dat, dat jazz en jazzmuzikanten vaak te maken hebben met vooroordelen. Ben ik juist? Dichterbij. Ja, een beetje dichterbij. Voilà. Ja. Zeer goed. We hebben vooral te maken met vooroordelen, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus, maar dit is wel een vorm, Kim en Tim, wat, die wel een moderne feel heeft, een moderne touch toch wel. Ja, wij spelen eigenlijk wat we goesting in hebben. Hè. En daar zit heel dikwijls crossover in. Dit was nu een origineel stuk van Tim, het tekst van mij. Mm-hmm. Dat is gewoon een beetje uit het leven gegrepen. En wij zijn alle twee niet alleen met jazz opgegroeid, maar ook met pop en alle dingen daar rond. En Studio Brussel en weet ik veel wat. Ja, ja. Dus, ja. Zijn zo verschillende invloeden die jullie samengevoegd hebben om dan toch die jazzy feel ook te kunnen maken. Ik denk, wat misschien jazz maakt voor ons, is de manier hoe we het aanpakken. Dus of we nu een jazzstandard spelen of een eigen compositie voor popmuziek. We hebben zo altijd, we gaan niet voor iets vastleggen. We proberen altijd op een andere manier te benaderen en interactief en luisteren naar elkaar. En wat doet zij en wat kan ik doen en omgekeerd ook. En we zijn eigenlijk constant aan het luisteren en proberen samen muziek te maken. Ja, en hoe komt dan zo'n nummer tot stand? Je begint met de muziek? Ja. Ja. Ja, tot nu toe altijd wel. Hè? Ja.
Tot nu toe hebben we eigenlijk zijn de meeste samenwerkingen muziek van Tim met tekst van mij. Maar er is ook wel muziek van mij en we blijven ook schrijven. Maar daar zitten ook jazz standards tussen. Of we hebben bijvoorbeeld als eerste track op onze cd Riverman van Nick Drake staan. Ja. Dat is dan totaal geen jazznummer. Ja. Dat komt dan wel meer uit de Britse folk, eind jaren 60, begin jaren 70. Dus dat kan eigenlijk allemaal. Ja, dus jullie zitten niet in één hokje van kijk, dit is wat we doen. Jullie spreiden het allemaal uit over verschillende genres. Nu, ik heb jou net, toen je aan het zingen was, zonder tekst dan, hoe noem je dat? Sketten. Improviseren. Ja, dat je zo met je handen bezig was. Maar dan was ik aan het denken, was het een saxofoon of was het een piano? Of was het, welk instrument heb je dan voor ogen? Dat je zo... Ik weet het niet, dat is eigenlijk een beetje een toonladder of zo, die ik visueel een beetje als houvast gebruik. Maar dat is niet... Veel mensen vragen, speelt jij ook een instrument? Ja, ja. Dan zeg ik, een klein beetje piano. Maar ik ben de sax vergeten vandaag. Maar is dat altijd anders? Want je zegt improvisatie. Ik vind dat wel heel straf dat zo... Ja. Ja, natuurlijk. Want anders is het geen improvisatie meer als je altijd hetzelfde doet, natuurlijk. Maar als toeschouwer nu, stel dat ik dat optreden van jullie 30 november ga zien en dit stuk wordt gespeeld, gaat het dan een totaal ander middenstuk hebben dan dat jullie nu gedaan hebben? Ja. Ja. Nu, die akkoorden, de harmonie die eronder zit, die blijft hetzelfde. En er zijn een aantal dingen die vaststaan, maar daarbinnen doen wij helemaal ons goesting. Mm. Ja. En het is de eerste cd, ik denk ook wel dat spannend is, in deze tijd een cd uitbrengen, ook nog eens in dat genre, dat lijkt me een dubbele moeilijkheidsgraad te hebben. Ja. Ja. Weet je, moet het dan niet doen, een cd maken. Het is uiteindelijk ook een beetje de kroon op het werk en tegelijkertijd ook een work in progress, want dit is geen eindproduct. Ja. Dit is een momentopname van wat wij doen samen. Ja. Maar ondertussen zijn we weer verder en kunnen we daar ook weer op verder bouwen. Ja. Dus een cd maken is ook altijd wel een iets om naartoe te werken en dan weer verder op te werken. En dan los te laten om verder te gaan. Want wanneer is dat doen samen begonnen? Ik denk dat we een eerste optredentje hebben gedaan in 2011 ergens. Ja, geloof dat ook. Het Red Note Festival. Nog niet zo heel lang geleden dan. Nee. Spelen, ja. Maar ik denk dat we vanaf 2012 eigenlijk pas echt ons repertoire aan het maken zijn. Toen was vooral standard dat we speelden. En nu is het eigenlijk kijken, denken we na over welke stukken we samen kunnen doen. Ja. En eigen stukken maken op die manier. Maar alleszins heel erg leuk. Fijn dat jullie erbij waren. Proficiat met het album. Ik ga het wel nog eens te goed moeten beluisteren. Ik heb nog maar een paar dingetjes gehoord. Ja. En er is die jazzagenda die we ook online kunnen raadplegen op... www.mjml. En dat staat voor? Meer jazzmuziek in Limburg. Voilà. Dus zeker de moeite om die website even te bezoeken. Daar kan je ook de Limburgse jazzagenda in pdf-vorm downloaden. Ja. Dus zeker de moeite. Je kan je ook inschrijven op een nieuwsbrief, zodat je die gewoon maandelijks in je inbox via e-mail gestuurd krijgt. Dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij waren. Graag gedaan. En wij zijn toe aan...